Heel mooi. En ik kan me herinneren dat jij 2, 3 jaar, 4 jaar geleden is het, met de Rotterdamavond met Poetry International, had je daar ook meegedaan, was je uitgenodigd. Ja, 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 ja. En daar had je ook een heel goed gedicht gelezen, maar ik weet niet meer hoe dat heette. Gelukkig. Nee, dat weet ik niet. Weet je het zelf ook? Ja, ik heb er een paar voor gelezen. Kies maar. Nee, maar dit is dus... mijn dochter was een jaar of 4, 5. En ja, je kent het wel. Je moet voorlezen voordat ze gaan slapen. En op een gegeven moment dacht ik van... Nou, dan kan ik die dingen net zo goed zelf maken. Dus ik kocht op de markt een oud biologieboekje. En daar stonden allemaal tekeningetjes in. En van beesten. En die knipte ik uit, plakte ik op. Of kopieerde ik. En dan maakte ik daar een gedichtje bij van 5 of 6 regels. En soms dan knipte ik die dieren gewoon het hoofd eraf. En die plakte ik aan een ander dier. Dus zo kreeg je hier een beest. Het hoofd van een zebra. En het lijf van een vinkje. En daar staat dan onder. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Maar deze niet, omdat hij nooit verwekt is. Nou, en dan vroeg zij natuurlijk, wat is dat, verwekken? En zo kreeg ze al vroeg seksuele educatie. Ja. En hier heb je dan een beestje waar ik verder niks aan gedaan heb. Dat is een kameleon. En daar staat onder, even kijken. Een kameleon die slecht tegen verkleuren kon, zei in een wasserette... Gooi mij maar bij de witte was. Graag tussen de servetten. Nou, zo staat het hele boekje vol. Ja. Is dat boek nog te koop? Nou, ik heb er één bij. Ja, je hebt natuurlijk kleine kinderen, ja. Ik heb hier een eens kijken, dat is het hoofd van een reiger, van het skelet van een reiger, het lijf van een hond en de vleugels van nog wat. Dus dat plakte ik allemaal aan elkaar en dan vergroot en verkleinde ik dat met... fotocopiëren, want computer hadden we natuurlijk nog niet in die tijd. En er staat al onder, deze vliegmachine van de KLM heeft maar 1 vleugel en geen enkele rem. Nou, nog eentje dan. Nou, hier, dit plaatje vind ik dus leuk. Dat is het hoofd van een kameel en het lijf van een soort vliegende vis. Ja, ja. Even kijken, wat had ik nog meer? Oh, hier heb ik dan nog een... Die uil. Nee, ik had hier voorin, want dat was ook al... Ja. Oh ja, hier. Dus dit zijn vogelbekdieren. Die kent u waarschijnlijk wel, een platypus in het Engels. Een vogelbekdier weekte zich los van een paneel van Hieronymus Bosch. Maar ook zonder hem is deze penture in een artotheek nog wel te verhuren. Nou ja, dan heb je een dochter die dat dan is commercieel, hè? Direct weet hoe het zit met een commerciële artotheek. Reclame. Ja. Ik lees er nog één voordat we op het serieuze werk overgaan. Hier heb je een zeehond op een ijsschot. Ja. En daar staat bij, volgens een internationaal verdrag... vaart een walrus op een ijsschot onder de Panamese vlag. Nou, zo steek je nog wat op, hè? Als 5-jarige. Ja. Want dit is ook een hele mooie kreet, hè? Ze zeggen dat lopende voeten slijt. Ja.